Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Ik mag vandaag nog eens over het muurtje kijken en daarvoor kruip ik deze keer in het hoofd van Zehra Saïm. In 2009 kwam ze als vrijwilliger bij Special Olympics België terecht. Van het uitdelen van lunchboxes voor atleten met een verstandelijke beperking naar de communicatiedienst, tot ze op haar 28e CEO werd. Special Olympics België maakt deel uit van Special Olympics, opgericht door Eunice Kennedy, en dat is de zus van John Kennedy, en organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in 193 landen. 5,5 miljoen atleten wereldwijd. Zehra studeerde marketing met een specialisatie in intercultureel management en ze is een veranderingsmanager, gespecialiseerd in de overtuigingspsychologie, kwaliteiten en skills die ze ongetwijfeld kon inzetten om Special Olympics België een nieuw elan te geven. Want dat was nodig toen ze 6 jaar geleden CEO werd. Ondertussen is het aantal atleten in België van 12.500 naar 20.000 gestegen en is het aantal vrijwilligers opgelopen van 6.000 tot 11.000. En ze slaagden erin om 1,6 miljoen euro in te zamelen bij grote bedrijven. Welke lessen kunnen we daarvan opsteken? Heel veel, ongetwijfeld. Zehra spreekt Frans, Nederlands, Engels en Turks, maar ik ga het vandaag toch maar bij het Nederlands houden. Dag Zehra. Hallo, wat een mooie introductie. Dankjewel. Welkom op de Zigzag HR podcast show. Dankjewel. Blij dat we jou mogen ontvangen. En voor jou is dit, heb ik daarnet begrepen, geen onbekende locatie. Nee, waar niet, we zitten inderdaad. Maritiem? We hebben al evenementen georganiseerd hier. Het was toen vooral een stockageruimte. Ja, ja. voor onze ketengaar en ook en de artiesten. Nu. Dus ja. Amai, wat een verandering. Dat is supermooi. Mooi, super hè? Chic. Ja, en het komt eindelijk tot leven, want we doen hier al een tijdje opnames. Ook in volle coronatijd. En dat was hier zo dood. Zo saai. En nu het leeft. Alright. We gaan erin vliegen. Special Olympics België bevordert de duurzame integratie van mensen met een verstandelijke beperking door middel van trainingen en sportwedstrijden gedurende het hele jaar door in verschillende Olympische sporten. Sinds 41 jaar, heb ik begrepen, organiseren jullie ook jaarlijks de nationale spelen. Maar in mei vorig jaar kon dat niet doorgaan, om evidente redenen. En jullie zijn toen overgeschakeld naar digitale spelen. Maar voor jullie atleten met een verstandelijke beperking was dat toch best wel moeilijk, hè, om te begrijpen. Ja, dan ben ik benieuwd, in welke mate heb jij jouw expertise als veranderingsmanager en als people manager kunnen inzetten? Het was inderdaad een bijzonder moeilijke moment, maar ook ideaal voor een veranderingsmanager, waar je voelt van oké, nu is tijd voor agiliteit. Ja, ja. In mijn ogen het belangrijkste was om een heel goede coherente visie te hebben. Ja. Stel u voor, 40 jaar ervaring in het organiseren van een evenement van 4 dagen lang voor 10.000 man met accommodatie, catering, transport. En ineens kom je binnen uw kantoor en zegt van hey guys, wij gaan alles digitaliseren. Ja. Hoe? En onze doelgroep heeft dat ook moeilijk begrepen eigenlijk. Wat is dat nu? Digitale spelen? Ja. Hoe moeten we dat virtueel laten doorgaan? En dus dat was echt voor iedereen een vraagteken. Voor mij was echt een moment om iedereen, alle stakeholders, niet enkel de atleten en de ouders en de coaches, maar ook de sponsors, maar ook de vrijwilligers, overtuigen dat wij een heel sterke team waren, een heel sterke merk, met genoeg know-how om eigenlijk iets volledig nieuw voor te stellen als alternatief voor onze doelgroep. Dus in mijn ogen was dat ideale momentum, maar moeilijk uiteraard. Met een coherente visie van, kijk, we hebben een expertise, sport is onze core business, wij gaan sporten in een andere manier organiseren. Het blijft coherent, het blijft duurzaam ook. Ja. En dus mensen intern overtuigen, laten geloven, beloven dat we met meetbare eigenlijk resultaten kunnen terugkomen naar onze doelgroep, was essentieel. Ja. Maar ook uw positionering en ook uw communicatie naar uw externe stakeholders was bijzonder belangrijk. Mm-hmm. Zij moesten ook begrijpen dat het een heel goede investering was. Ja. En dat het ook
nodig was om onze doelgroep laten bewegen, actief houden, laten dromen van hun Olympische droom in zo'n ongewone tijd. Ja. Dus met een coherentie, met een goede visie, goede interne communicatie en externe communicatie is het wel gelukt. En we hebben niet enkel vorig jaar, maar ook dit jaar de virtuele Spelen georganiseerd. Ja, ja, ja. Met meer dan 11.000 deelnemers. Dat is gigantisch ongelooflijk. Eigenlijk. Ja. Ja, mooi, mooie realisatie. Ik had gelezen, en dat in jouw ogen zeg je, is iedereen verantwoordelijk voor inclusie. En dat is niet alleen een zaak voor de Special Olympics. Jullie hebben daarvoor ingezet op de Play Unified activiteiten, ja, waarbij personen zonder verstandelijke beperking samen sporten met mensen met een verstandelijke beperking. En tegen 2020 wilden jullie 20.000 atleten bereiken en dat is ondertussen gelukt. Meer dan gelukt. En ondertussen trainen overigens het land mensen met een beperking samen met in gewone sportclubs met mensen die dan geen beperking hebben. Ik ben dan heel benieuwd, want dat is iets dat ook heel erg in HR en in het bedrijfsleven leeft, inclusie. Hè? Wat versta jij dan onder inclusie? Een inclusieve samenleving, maatschappij, waar eigenlijk iedereen gerespecteerd wordt, maar ook iedereen een gelijke kans krijgt voor alles, voor sport, voor onderwijs, noem maar op, om te werken, om een job te krijgen. Dat is nog altijd niet zo in ons land. Nee. In heel veel landen, hè. Pas op, het heeft niks te maken met België. Maar ik droom uiteraard en ik begrijp van inclusie, dat wij allemaal samen kunnen leven, dat we elkaar kunnen respecteren en waar ook de mensen die anders zijn, ook een actieve rol kunnen spelen. In elke stad en gemeente, ik hoor dat, dus wij zijn constant in contact met de steden en gemeenten. Ze hebben bijvoorbeeld de ouderscomité's, jongeren, stuurgroepen, om eigenlijk hun stad of gemeente heel actief te houden. Geen enkel ouder met een kind met een verstandelijke beperking maakt deel uit van zo'n comité. Geen enkel jongere persoon met een verstandelijke beperking heeft een rol in een comité. Ja. Dus als je mij de vraag stelt, wat is uw droom eigenlijk voor een inclusieve wereld? Ik ga u gewoon beantwoorden, laat elke stad en gemeente een vertegenwoordiger hebben met een verstandelijke beperking of met een kind met een verstandelijke beperking. Want wij horen ze niet, wij hebben hun stem niet, wij hebben hun opinie niet. En dat vind ik eigenlijk bijzonder jammer. Dan zijn wij weg van een inclusieve wereld. Ja, 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 absoluut. We betrekken hen daardoor eigenlijk niet. Als we niet weten wat de specifieke bezonjes zijn, of als we niet weten wat hen bezighoudt, wat hen interesseert. Ja, ja, inderdaad. Zeg, en wat kan HR dan bijvoorbeeld leren van dat Play Unified-model? Welke mogelijke barrières moeten volgens jou in het bedrijfsleven daarvoor nog doorbroken? Ik denk dat de keyword is empowerment. Wat we proberen om mensen samen te brengen op sportieve vlak, dus gemengde teams met een mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het gaat enkel over valoriseren van de mensen. Mm-hmm. En dus elke HR moet in mijn ogen ook hetzelfde principe respecteren. Ja. Van oké, ik moet mijn team empoweren, ik moet ze valoriseren. Iedereen heeft een superkracht. En ik heb zo'n oefening al met mijn team ook gedaan toen. Wat is je subject matters expertise? Welke superkracht heb jij? En hoe kan jij de andere collega's helpen, mensen samenbrengen, ook vergeten die barrières van de afdelingen. Waarom moet ik een sportexpert zijn of enkel een marketing-expert of enkel een sponsoring-expert? Nee, wij zijn talenten en wij komen allemaal een bedrijf ondersteunen, helpen en professionaliseren of verbeteren. Dus in mijn ogen, een HR moet eerst en vooral identificeren welke superkracht heeft elke medewerker en hoe kunnen we ze een andere rol spelen, niet specifiek in een speciale afdeling, maar gewoon als individu, als expert in een team. Dat is net hetzelfde dan Play Unified. Elke atleet heeft een meerwaarde. Ja. En dat proberen we te tonen in een team eigenlijk. Mooi. Een paar maanden geleden had ik eigenlijk een heel boeiend interview met Barbara Torfs. Ik weet niet of je Barbara kent. En die uit haar expertise in het bedrijfsleven, die heeft die expertise meegebracht naar VZWO, dat ze nu werkt, Bond zonder naam. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je ook marketingprincipes en technieken toepast die je zelf hebt opgestoken uit andere context of uit jouw opleiding. En niet zonder succes, hè, want jullie reclamecampagnes die zijn bekroond met 6 Gouden Effie Awards. Hoe moeilijk was het dan om jouw raad van bestuur te overtuigen om die marketingtechnieken te gaan toepassen? Allereerste keer was bijzonder moeilijk, in alle eerlijkheid. Niet
omdat ze niet geloofden in het... In de meerwaarde of het belang van een marketingcampagne, dat zeker niet. Maar we hadden geen financiële middelen om een investering te maken. Dus een campagne lanceren in een bijzonder moeilijke financiële periode was echt van... Is het echt waar? Wil je dat doen? Nu, in deze tijden? Wij hebben geen geld voor. En ik moet vooral iedereen overtuigen dat er een investering was. Ja. En dat we perfect... meetbare resultaten kunnen uithalen van zo'n campagne, zelf op korte termijn. Dus u heeft het ook vermeld, 1,6 miljoen euro verzamelen in 4 maanden tijd via 1 campagne. Wauw. Dat was echt van, allez guys, come on, wij kunnen nog verder gaan met campagnes. En dus het was de allereerste keer moeilijk, maar zoals gezegd, door het feit dat we geen financiële middelen hadden en dat wij keuzes moesten maken. Mijn raad van bestuur heeft juiste keuzes gemaakt en zij hebben enorm veel vertrouwen gehad in mij en ook in onze agentschap om eigenlijk verder te gaan met media-investering. En ik geloof ook dat we vandaag de dag een marketingopportuniteit zijn voor heel veel grote bedrijven. Absoluut. Ja, ja. Want ik herinner me, bij Barbara was het een stukje een gelijkaardig verhaal. Ze zei van, ja, er is inderdaad niet zoveel budget. Maar daar kwam ook nog bij van, en het budget dat we hebben, dat moet eigenlijk naar de mensen gaan voor wie dat we eigenlijk opgestart zijn. Dus daar was ook heel veel weerstand bij. Niet zozeer van, we geloven er niet noodzakelijk in, maar van, je kunt toch niet het geld gebruiken daarvoor. Dat leefde ook heel en ik moest in alle eerlijkheid... ergens anders budget vinden om zo'n campagne te lanceren. Ja. En de 2 eerste campagnes waren echt zo van... Oké, we hebben alle vertrouwen. Go for it. En u hebt heel veel experten rond u. Dus het gaat niet over. Maar eigenlijk, wij kunnen moeilijk het geld van de sponsors of de donateurs investeren in een campagne. Geld gaat terug naar de atleten. Ja. En dus als je geld vindt, als je de middelen vindt... Just doe maar. Allee, come on, nee. En dus, maar bon, het is gelukt en, en ik ben blij. Wij blijven investeren in de campagne. Ja. En ik blijf herhalen, het is een investering. Ja. En geen luxueus of nice-to-have keuze. Nee. Oké. Zeggen, zijn er nog zaken die een VZW of een NGO kan leren van technieken die in het bedrijfsleven toegepast zijn? Ja, zeker. Ik kom van de privéwereld, van Xerox. En mijn eerste input was, wij moeten een paar processen implementeren. Dus prioriteiten goed identificeren. Ja. Wij moeten veel keuzes maken in VZW's wereld. Ja. En dus wij hebben het gevoel dat alles een opportuniteit is, maar helemaal niet. Mm-hmm. Risico's evalueren, KPI's... uiteraard goed op papier zetten. Oké, wat wil ik bereiken? Tegen wanneer? Met welke middelen? Met welke manier? Het verschil goed begrijpen tussen een efficiënte en effectieve aanpak. Mm-hmm. Want soms hadden we het gevoel van, wij zijn met 20 en wij werken allemaal heel hard. Ja, maar misschien moeten we niet met 20 daarover werken. Nee. Misschien kunnen we dat met 5 doen en op een andere manier doen. Ja. Dus efficiëntie, oké, maar zijn wij effectief ook? Dus het verschil goed laten begrijpen. Processen zoals ook een Haki-model in het team. Wie is verantwoordelijk? Mm-hmm. Waarom zijn we met 20 in een team, in een meeting en niet met 3? Ja. Wie moeten wij informeren? Het belang van communicatie ook. Maar ook van bijvoorbeeld een plan-do-check-act-model. Mm-hmm. We hebben een strategische plan, maar hoe gaan we het laten leven? En dus, wat zijn de processen om uiteraard constant, continu onze werkingsmodel te verbeteren, professionaliseren? Dus dit zijn de key elementen om ook heel basis voor een grote bedrijf, maar wat is uw missie, visie en objectieven? Mm-hmm. Dus zo'n soort dingen, af en toe jaarlijks terugkomen op wat is de kern van onze problemen, waar staan de prioriteiten, waar staan de uitdagingen, hebben wij de juiste aanpak, verliezen we geld, waar staan de overheidskosten? Ja, ja. Dus het lijkt zo normaal voor een grote bedrijf, maar zeker niet voor een VZW en een NGO. Als je genoeg tijd investeert om zo'n zaken van het begin goed te implementeren, dan iedereen is tevreden, iedereen is blij.
Uiteraard. Dus echt die professionalisering, ja. Die processen, ja. De dingen in vraag stellen. Ja. Maar inderdaad, ja, een stukje professionalisering. Kleine principes, ja. Hè. Het gaat niet over urenlang iedereen samenbrengen in een grote meetingroom en uren, dagenlang met experten erover nadenken. Maar gewoon, kom back to basics. Ja. Waarom zijn wij hier? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we ze bereiken? En hoe gaan we alles eigenlijk afmeten? En dit zijn de belangrijke zaken. Ja. Zeg, en omgekeerd dan? Wat kan een profitorganisatie dan leren van een VZW? Heel goede vraag eigenlijk. nog beter dan de vorige. Ik ga misschien vooral over Special Olympics praten. Uh-huh. Wij zijn enorm focus gebleven. Dus niet vergeten dat de waarden, dat de maatschappelijke luik superbelangrijk is om eigenlijk onze objectieven te bereiken. En ik heb soms het gevoel dat sommige bedrijven, zij benaderen de WZW-wereld of de NGO's met... ik wil dit bereiken en dit zijn mijn middelen en ik heb zoveel visibiliteit nodig. Mm. Nee. Ik durf heel vaak zeggen, wrong attitude. Nee. Mm-hmm. We gaan het herbeginnen. Jullie hebben ook waarden. Mm-hmm. Wat zijn de waarden? Yeah. En wat willen jullie communiceren aan de medewerkers, eerst interne, en dan externe aan jullie klanten, aan jullie partners, aan jullie consumenten? Yeah. Het gaat ook over de waarden en niet enkel over een commerciële aanpak. Yeah. Dat kunnen ze perfect, denk ik, leren kennen van een VZW. En tweede, altijd trots blijven van wat we ondersteunen, wat we bieden. Bij ons gaat het niet over een product of een dienst, maar het gaat over mensen met een verstandelijke beperking. Ik herhaal dat ook elke dag aan mijn team, zelfs als dat niet nodig is. Zij zijn allemaal overtuigd, maar trots blijven. Wij zijn trots van de personen met een verstandelijke beperking. Ja. En een derde, ik denk dat we met... veel weinig middelen, wij kunnen heel grote dingen bereiken. En Absoluut. Dat heb ik geleerd in de VZW-wereld. Weet je, ik kwam van Xerox. De middelen hadden we, experten hadden we, mankracht hadden we. Dan is het misschien makkelijker om dingen te doen. Ik had het gevoel van, oh my god, zo moeilijk voor een grote Amerikaanse bedrijf. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet. Nee. Je moet nog meer dingen bereiken. Je hebt nog meer objectieven, ook meaningful objectieven. Mm-hmm. Pas op, het gaat over emoties, het gaat over waarden. Niet zo evident om een unique selling point op tafel te zetten aan uw klant, hè, bij wijze van spreken. Hier gaat het over dromen waarmaken, het leven van mensen te verbeteren. Moeilijk, hè? Moeilijk om tastbaar. Inderdaad. Dus je moet verder gaan met zo'n elementen. En je hebt geen middelen, geen expertise, geen maankracht. Ja. Je bent met 20 man en je moet leven van 165.000 mensen veranderen, verbeteren. Ja. Dus stel u voor, en als je ziet dat uiteraard 6 gouden Effies winnen, dus een award van efficiëntie met zo'n kleine structuur, dan ik geloof uiteraard dat we met enorm, met veel te weinig middelen kunnen we gigantische dingen bereiken. Absoluut. Dat is wat ze kunnen zeker leren kennen. Ja. Maar soms, ik stap binnen een bedrijf, ze zijn met 8 zo. Wij zijn communicatie. Ik ben alleen. Me, myself and I. En dan, zij verwachten ook van, en kunnen we dit leveren en dat? En ik zeg, hey guys, slow down. Het gaat over een WZW. Ja. Wij zijn met 1 man voor communicatie, NPR en marketing. Ja. En het gaat over mij. Dus kunnen we gewoon realistisch verder gaan. En dus dat is ook een leerproces. En ik voel dat meer en meer dat de grote bedrijven, als ze met Special Olympics in een meeting moeten stappen, dan komen ze met 2 niet mee meer achter. En ze geloven ook dat we perfecte objectieven kunnen bereiken samen. Mm-hmm. Maar vooral over de waarden dat we willen graag communiceren. Ja. Absoluut, mooi. Zeg, en ik hoor er toch ook wel een... als je inderdaad weinig middelen, weinig mankracht en weinig expertise hebt, dan word je ook wel creatiever. Dan kan je ook maar heel weinig... Absoluut. Of dan zie je mogelijkheden die waarschijnlijk een bedrijf met heel veel financiële en expertise... Nooit gaan zien. Hè? Je moet eigenlijk... Je hebt geen andere keuze om super creatief te zijn en
toch wel leuke dingen, alternatieven bieden aan de bedrijven, maar ook aan uw atleten. Ja. En altijd laten de atleten een mooie rol spelen in, in welke bedrijf is dat? Hoe kunnen ze iets betekenen, een meerwaarde betekenen voor een bedrijf? Dat blijft ook in mijn ogen kernen in de relatie dat we bouwen met de bedrijven. Ja. Oké. Okay. Zeg, ik las in een aantal artikels dat je door het leven raast, was het omschreven, hoewel je de ziekte van Lyme hebt. Hè. Bijna alles draait rond jouw werk. Mensen helpen, geeft tijdelijk energie. Ja, ben je dan niet bang dat het licht ooit eens gaat uitgaan? Nee. Nee, okay. Helemaal niet. Heel duidelijk. Nee, ik ben te enthousiast met enorm veel passie voor bijna alles. Ik droom zoveel en ik ben zo gedreven door een betere wereld waar we allemaal uiteraard kunnen bijdragen, allemaal een rol kunnen spelen. Ik heb het gevoel dat er nog veel tijd is voordat, uiteraard, voordat ik een verschil voelt. Nee, ik denk niet dat het... Dat ligt ooit gaat uitgaan. Mooi, maar ik zie ook de passie als ik met jou in de gesprek is heel mooi. Zeg, en is jouw engagement dan voor Special Olympics dan de reden waarom dat je ook kan blijven door? Ik kan je inbeelden dat je toch regelmatig... gewoon pijn hebt. Ja, dagelijks. Ja. Dus die passie die maakt dat je de pijn niet voelt of dat je de pijn erbij neemt? Hoe moet ik me dat... Ik zal het anders uitleggen. Eigenlijk, ik was al bezig met Special Olympics toen ik de ziekte van Lyme had. Dus ik was al volop bezig en gepassioneerd en ik had al veel jobs gehad. En ik heb altijd zelf het niveau van passie en engagement gehad. Maar dit gezegd zijnde, als je met personen met een verstandelijke beperking samenwerkt, leeg je veel van hen. Oh, ja. En vooral relativeren en je determination zo hoog houden van oké, ik blijf werken en niks kan mij stoppen. Dat heb ik van hen geleerd, van wat is dat eigenlijk pijn hebben? Wat is dat een beperking hebben? We hebben allemaal dromen, wij willen allemaal iets betekenen en een plaats krijgen in het samenleven. Dus in mijn ogen, dat heb ik geleerd van hen. Zij hebben mij een extra kracht gegeven van never stop. Just do it, go ahead. Want zij vechten dag en nacht, zij trainen zo hard. Evenveel dan de topsporters. Ja, ja. Dus als ik mijn inspiratie van hen kijk, dan ga ik nooit stoppen. En dat is echt een mentaliteitswijziging dankzij de atleten. Wauw. Ja, mooi. Ik vind ook dat... die staan ook gewoon heel erg in het hier en nu. Iets wat we door de band blijkbaar niet meer kunnen. Hè. We zijn altijd bezig met het verleden en met de toekomst. Ja. Maar nu, een andere gast sprak over groundedness. Ja, het gegrond zijn, vond ik inderdaad. Inderdaad. Daar kunnen we ook inderdaad wel iets van leren. Ze zijn zo spontaan. Zij relativeren alles. Ja. En je kunt... moeilijk anders doen, hè. Ja. Na zoveel jaren met hen en hun ouders... ik heb echt het gevoel van... ik kan echt niet klachten, eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben zo goed en ik voel me zo gelukkig... om met hen samen te werken, voor hen samen te werken... dat eigenlijk ik ga werken ook dag en nacht, zoals hen. Zeg, en het maatschappelijk engagement dan voor werknemers in het algemeen... denk je, is dat belangrijk voor werknemers als ze in een bedrijf werken? Bij jullie zal dat ongetwijfeld zo zijn... maar heb je het gevoel dat dat ook speelt bij eender welke werknemer? Ja, enorm veel. Ja? Wij werken samen met een 100-tal bedrijven. Een 40-tal zijn echt trouwe partners, grote bedrijven. En ik kan u moeilijk uitleggen hoe belangrijk is dat om een sociale impact te creëren voor de medewerkers. Het gaat ook over een soort van evenwicht tussen commerciële, zakelijke luik van een bedrijf en maatschappelijke, menselijke luik. En die evenwicht, als dat niet meer bestaat... Ik hoor, en wij praten met enorm veel medewerkers die zeggen van... Allee, ik ben blij dat mijn management met zo'n project bij ons komt nu. En dat ze ons tijd geven, laten tijd vrijmaken... om iets te betekenen voor de mensen die onze steun nodig hebben. Mm-hmm. En... het is echt een realiteit. Ja. Het gaat niet meer over een luxueuze keuze. De CEO's zijn ook bewuster van, en de HR-managers ook, denk ik, meer dan ooit. Mm-hmm. Die evenwicht tussen zakelijke, commerciële en menselijke, maatschappelijke, is van grote belang. Ja, oké. Okay. Zeg, en is dat dan iets dat je in
elke organisatie kan waarmaken. Want er zijn, ik kan me inbeelden dat er een aantal bedrijven zijn waar dat het misschien minder evident is om te linken aan een maatschappelijke bijdrage of om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Is dat volgens jou in elk bedrijf? Volgens mij in elk bedrijf. Wij hebben een gigantische ervaring met corporate social responsibility. Mm-hmm. Wij zijn echt vrij goed daarin. Wij hebben, zoals in uw introductie vermeld, 11.000 vrijwilligers. 65% van de vrijwilligers komen via corporate wereld. Dus wow. Het zijn de medewerkers van de bedrijven, van kleine KMO tot en met een grote bedrijf. En dus heel vaak horen wij van de bedrijven, wij weten nog niet hoe de medewerkers gaan reageren om samen te komen of een persoon met een beperking ofwel begeleiding van een persoon met een beperking op een sportevenement. Natuurlijk, zij kennen het problematiek niet, onze doelgroep niet. Dus natuurlijk, ze hebben een beetje schrikt van zo'n ervaring. Wij zeggen altijd, laat ons met jullie medewerkers communiceren. Ja. Er is een groot verschil tussen een CEO die op het podium komt, ja, heel trots op zijn speech en zegt van, oké, wij gaan nu Special Olympics ondersteunen. Of noem maar op, een sociale organisatie. Het klinkt niet goed. Mm-hmm. Het lijkt als, dit is nog eens een commerciële communicatie of speech. Wij zeggen altijd, laat ons communiceren. Wij gaan het woord nemen en wij gaan het vertellen. Kijk, uw management gelooft in onze organisatie. Maar weet je wat? Wie gaat het verschil maken? Het zijn u, de medewerkers. Ja. Ze zijn bereid om één dag jullie tijd vrijmaken voor ons. Mm-hmm. Maar wie zou gaan komen? En dan we laten een atleet het woord nemen en het atleet vertelt. Kijk, ik ga competitie hebben op die dag in die sport. Komen jullie mij helpen? Wij zijn met 500 atleten, mm-hmm, met een verstandelijke beperking, en wij zijn op zoek naar 200 vrijwilligers. En jullie kunnen dat perfect doen. Dat is een totaal andere aanpak. Absoluut. En ik kan u zeggen, van een IT-bedrijf tot een farmaceutica bedrijf, bij elke bedrijf, het lukt. Ja. We hebben een positieve reactie van de mensen. Heel trouw zijn ze en ze blijven komen. En na jaar 2 of jaar 3, zij komen met een familiedag. Met hun familieleden, hun kinderen, om Special Olympics te ondersteunen. En na een tweede editie, wij horen ze wel zeggen, wij zijn super dankbaar. Niet enkel aan Special Olympics, maar ook onze management. Ja. Maar het neemt wel 2 jaar tijd om het anders te eigenlijk beleven, mm-hmm, en die niveau van dankbaarheid naar boven te trekken, ook interne, voor hun management. Het marcheert overal. Ja. Maar gewoon juiste aanpak, juiste toon, juiste boodschap. Ja, en dan kan het inderdaad heel engagerend werken, want ik zou dan super trots zijn als ik in zo'n organisatie werk, dat ik de kans krijg om dat te doen. En dan praat je daar inderdaad ook heel positief over, ook over je bedrijf. Dus en wij zijn ook op zoek naar niet enkel vrijwilligers die op één dag op een evenement kunnen komen, maar ook naar expertise. Wij zeggen wij willen onze IT verbeteren. Dus al die bedrijven, hebben jullie een model, intern een werkingsmodel, waar de mensen kunnen ook zeggen, kijk, ik wil me graag gedurende de komende 3 maanden volledig concentreren op Special Olympics. En de bedrijven doen dat. Zeggen van, kijk, maar natuurlijk, wij zijn ook heel trots op onze steun, dan onze ondersteuning. Mm-hmm. Om te kunnen zeggen, kijk, mijn CFO gaat voor Special Olympics werken, want zij gaan een tweede WZW oprichten, die 100% btw-plichtig is. Of ten andere zegt van, ze hebben geen IT'er, ze hebben de middelen niet, maar wij gaan een head of IT vrijmaken. Maar het is super, super interessant voor beide kanten. Plus de medewerker die komt bij ons en zegt, mm-hmm, ik heb top ideeën. Dat is realiteit, hè. Ik heb top ideeën. Oké, en wat gaan we doen? Dus dit en dat. En hoeveel kost dat dan? Zoveel. Ja, maar dat hebben we weet niet. Gij, we hebben de middelen niet. Ja. Maar misschien als we met 20 zijn. Maar we hebben 20 man niet. Ja. Dus weet je wat? Ik ga terug bij mijn bedrijf en ik ga mensen mobiliseren. En ik zeg, this is it. Ja. Go back. Ja. En kom terug met een alternatief. Hoe gaan we dat oplossen? Mm-hmm. Ik ben overtuigd dat het de juiste manier is. Maar
Mankracht missen we, expertise missen we en financiële middelen ook. Ja. Dus wat gebeurt? Dat is het ideale scenario. Hij wordt een ambassadeur van Special Needs binnen zijn bedrijf. Dus het is geen meer top-down of bottom-up. Die man gaat terug binnen zijn bedrijf en zegt, kijk, ik heb een top idee voor Special Olympics, oh man, maar ik heb jullie tijd nodig. En dan krijgen we een e-mail van de HR, ja, die zeggen, ze zijn mijn vijf nu. En ik zeg, ja, oké, okay, aan jullie om te beslissen dan. Ja, maar dat is wel gaan prachtig. Jullie ze ondersteunen om iets meaningful te doen? Mm-hmm. Of gaan jullie zeggen stop? En zij gaan nooit stopzetten. Mm-hmm. Dus zeg je, dus het is een logica-achtig en wij starten altijd, wij zijn vrij ambitieus, maar we weten ook dat het begint met één persoon en dan komen we met vijf, met twintig, met 200 en soms met duizenden op een evenement en ook hele jaar door. Zij ondersteunen Special Olympics. Mooi, dat is echt wat ik omschrijf als een community. Mensen die eigenlijk recht zijn en zeggen, daar wil ik mee aan verbinden, daar wil ik deel van uitmaken en een verschil maken. En, want in het begin, ze beseffen niet dat het zo moeilijk is binnen een VZW. Dus ze leren er uiteraard ook heel veel zelf uit. Hè. Zeg, als we een boek zouden schrijven over jouw leven, wat is de titel van dat boek dan? Oh, wat gaat hoe gaat de titel klinken? Interessante vraag. Of moest het een bepaalde, weet ik veel, een boek zijn dat al bestaat, of een film, of een songtekst waarmee dat je je associeert op een of andere manier? Ik schrijf het heel vaak dat mijn leven gedreven is door... ik heb echt een drive, een leitmotief. Het gaat over een duurzame sociale impact te creëren. Mm-hmm. Dus het kan iets zijn rond zo'n thema, maar echt, dat is mijn ultieme goal van... hoe kunnen wij allemaal bijdragen om een sociale impact te creëren? Ja, oké. Okay. Zullen we misschien een oproep doen naar de mensen die luisteren en kijken van wat kan de titel zijn van het boek als dat de insteek is? En wie weet, wat krijg je daar nog allemaal uit van inspiratie? Zeg, je hebt Turkse roots, je bent een vrouw, je hebt de ziekte van Lyme en je hebt een onwaarschijnlijk interessant professioneel parcours afgelegd. Dank je. In welke mate beschouw jij je dan, en je kunt er op verschillende manieren naar kijken volgens mij, als een rolmodel? Vind jij jezelf een rolmodel? Is dat iets hoe dat je naar buiten wil komen? Of zeg je, ik wil helemaal geen rolmodel zijn? Nee, ik denk dat er zijn heel veel rolmodellen. Ik ben zeker geen rolmodel. Maar misschien vooral een levende voorbeeld dat wij kunnen perfect als iemand met een Turkse of noem maar op buitenlandse origines, dat we perfect geïntegreerd kunnen zijn in België. Allee, ik heb nooit zo'n gevoel gehad dat je Turkse afkomst had. Nooit, geloof mij. Super. Nooit. Als vrouw ook niet. We kunnen perfect een CEO-rol hebben, dat we heel mooie evenwicht kunnen hebben tussen onze privéleven en een professionele job. En zeker ook met ziektes. Ik heb mijn weg gevonden, mijn inspiratie gevonden in kansarme mensen die echt moeilijk hebben. Wat is dat uiteindelijk om met de ziekte van Lyme te leven? Ja. Ik voel me super gelukkig dat ik kan de anderen ondersteunen, helpen, een meerwaarde hebben. Dus rolmodel niet, maar zeker een levende voorbeeld dat de uitdagingen zijn bullshit eigenlijk. En dat we het verschil kunnen maken in onze eigen leven. Voor onszelf, maar ook voor onze partners. Allee, voor mijn man. Ik vind dat het een minimum is dat ik gewoon verder ga. Dat ik blijf vechten. Dat ik mijn passie zo hoog houd. Mm-hmm. Want het gaat ook over mijn familie, over de atleten, over mijn team. Ik moet ze inspireren. Ik moet een leaderrol hebben. En stel je voor dat ik elke dag op kantoor kom en klacht over mijn pijn. Gaat nooit lukken. Nee. Dus een mooi voorbeeld zijn, dat is vooral, denk ik, de rol dat ik wil graag spelen. En ik moet zeggen, ik ben wel blij met dat antwoord, omdat je in het bedrijfsleven toch heel vaak ook ambassadeurs naar voren geschoven krijgt, of rolmodellen dan naar voren geschoven krijgt. En dat is dan omdat het een Turkse persoon is, of omdat het een vrouw is. Ik zie dat gebeuren en ik zie dat er daar wel mooie realisaties uit voortkomen. Maar ergens denk ik dan van, je mag dat zo niet benadrukken, omdat dat een vrouw is, of omdat die Turkse... Ja.
Ja. Het is de persoon. Het is een soort van etiket, zo'n sticker. Van ah, voilà. En wij hebben onze verantwoordelijkheid goed gemanaged. Ja. Wij hebben vrouwen. Ja. En wij hebben, maar daar gaat het hier. Is dat een ratio dat we moeten beantwoorden? Of gaat het over capaciteiten van de mensen? En ik zeg dat ook in verschillende raad van bestuur waar ik lid ben. Nee, het hoeft niet absoluut een vrouw zijn. Je m'en fous, eigenlijk. Mm-hmm. Wie heeft de juiste capaciteit om die organisatie naar boven te trekken, verder te professionaliseren? Als het een man is, be my guest. Maar als het een vrouw is, ook be my guest. Ja. En gewoon dat we geen verschil maken of geen chaos krijgen tussen de middelen dat we aan een man geven. Ja. Moeten ze anders zijn dan voor een vrouw? Dan niet. Dus daar moeten we een evenwicht creëren. Maar zoals u zegt, gewoon voor een kwestie van ratio, van nummers, zo zeggen. En we hebben iets voor een Turkse afkomstige vrouw en iets voor een vrouw gewoon. Of een mama. Dat vind ik ook gewoon absurde, met alle respect. Daar komen we in ieder geval helemaal overeen. Ja. Goed. Zeg, om af te sluiten, welke ultieme boodschap zou jij aan HR-professionals die luisteren of kijken nog willen meegeven? Dat ze een belangrijke rol spelen in het professionaliseren van een bedrijf. Want als HR, ze kunnen het verschil maken met juiste aandacht geven aan elke medewerker. Ja. Dus die oefening hebben wij gedaan binnen Special Olympics en dan in andere organisaties. Iedereen, ik heb het al gezegd, iedereen heeft een superkracht. Iedereen heeft een expertisezone. Mm-hmm. En wat is dat? Hoe kunnen wij die empowerment laten leven in een team? Zodanig iedereen kan ook de anderen helpen. Ja. Buiten de barrières, buiten die afdelingen, departementen, mentaliteiten stappen. En dus een cohesie creëren tussen de mensen. Dat is de rol van een HR. Een CEO heeft veel te weinig tijd om dit te kunnen doen. Een CEO moet, denk ik, in zijn visie de juiste toon hebben, coherentie tonen. Maar de HR kan effectief operationeel het verschil maken. Ja, oké, dat gaan ze heel graag horen. Dank je wel dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Heel boeiend. Merci. Dank je. Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Het is alweer gedaan, helaas. Smaak deze podcast naar meer? Abonneer je dan zeker op ons kanaal op YouTube, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je mag kiezen. Je kan ons ook volgen op LinkedIn. Je kan je registreren voor de nieuwsbrief. Maar de allercoolste HR professionals zijn natuurlijk al lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. Allerbelangrijkste, weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.